mooie plek hoor. 15! Ja, en weet je wat het is? Wollies. Ja. Zo, daar zijn jullie allemaal. Heb je dat gevonden? Ja, maar mijn stok. En toen... Wow, ik zie een rood neusje. Zo, moet je erop? Ja. Klaar. Niet. Om dit te wisten. Een hele goeie. Morgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Benninga's familievloggers. En het is zondagochtend. En Leon heeft gisteren een vriendje te logeren gehad. En we zitten nu met z'n allen lekker aan het ontbijt. Croissantjes te maken. Hier liggen de mooie creaties. En Lucilla die is natuurlijk met de hagelslag aan de gang. We hebben de appel en kaneel lekker in de croissantjes. En Luan is ook met de hagelslag aan de gang. Nou, dat wordt een lekker ontbijtje, Luxie. Zo, de croissantjes die zijn klaar. En die zetten we in de oven. Hallo aan hier, een goedemorgen van mij. Ik ga even lekker met Woes en Pip in het park verkennen. Kom Woes en Pip, even een ochtendwandelingetje. Borst aan de grond, zie je het? Nou, we gaan even lekker wandelen. Maar voor een gras, hè? Koud aan de pootjes. We hebben handjes lekker uitgelaten. Kijk eens, een plasje poepje gedaan. De randjes, die zijn klaar. Zo, met vier kinderen. Heel veel. Ze kunnen zo aan tafel. Nou, lekker. Bon appétit. De kozijntjes, die ben je niet gepakt. Zullen we kijken? Zo, het ontbijtje is op. En de kids die gaan volgens mij verstoppertje spelen door het hele huis. En zo gaan ze kijken wie er aan de beurt is. Ze zijn met de voet bij elkaar. En dan doen ze... Ik ken het niet. Ja, Mijn vraag wel, maar ik wil gewoon heel even proberen. Welke kleur kies jij? Roze. Roze. Ja, dus dat moet je... Moet Lucilla tellen? Nee, jij bent... Maar ik wil het even oefenen. Dat was het oefenen. Welke kleur kies jij? 20! Oké, 15. Nee. Je weg is gezien. Ik kom. Ga je mee? Doei! Nou, succes met zoeken. Zo, terwijl de kids even boven een verstoppertje aan het spelen zijn, ga ik even een beetje de tafel afruimen. We hebben heerlijke croissantjes gegeten, maar we hebben nog wat over. Dus die bewaar ik lekker voor vanmiddag tegen. Ik heb vanmiddag ook nog lekkere croissantjes. Dat is de goede verstopplek, hè, Sil? Oh, gevonden. Waar zat je dan, jongen? Ik zat hier. Hieronder. We doen een kogelbal. Oké. Kogelbal. Welke kleur kies jij? Ik kies oranje. O-R-A-N-I-E. Oh, ik ben een boer. 15 tot 5. Ja, nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gewonnen! Achter de klerenzakken. Yeah. Kom eruit, jongen. Wel een goede plek. Misschien is er iemand boven. Ik hoorde wel iets heel dichtbij. Daar zit Lucilla. Ja, daar is een goede plek hoor. Oké. Is daar iemand? Wie is daar?
En dat is natuurlijk wel even handen wassen, Sil. Nee. Ze gingen van de kwast gingen ze over naar de handen. Oh nee, kom maar, handen wassen. Zo, de kids die zijn uitgeverfd en gekliederd benamen. Maar goed, het is al weer opgeruimd. En de zon die breekt door hierachter, het regende net. Dus de zon breekt door, dus doen even lekker de schoenen aan, de jassen aan. En gaan even lekker buiten een beetje uitrazen. En Lucilla neemt haar nieuwe space scooter mee. Die step met dat dingetje die ze van haar verjaardag heeft gekregen. Die vindt ze heel erg leuk. Dus daar gaan we ook eventjes lekker mee buiten spelen. Het is een lekker gevoel voor je benen, zegt ze. Nou, het regende net heel erg, maar opeens breekt de zon weer door. Dus we zijn even lekker hier het parkje aan het wandelen. De kinderen die zijn daarvoor met de space ding van Lucilla en de roller. En Lux hier natuurlijk weer de poppenwagen. Of is het zonnig? Hier is het zonnetje. Zo. Zo. Kom maar, loop mama voor je. Gaan we weer lopen. Zo. Gaan we eens even kijken waar we nog even lekker kunnen wandelen. Even teruggelopen met Luxie, want Luxie die loopt iets langzamer dan dat die andere kinderen gaan. Hebben even de tijkfietsje opgehaald. He? Gaat wat makkelijker, hè? Gaan we eens even kijken of we naar de speeltuin kunnen wandelen. Nou, wij zijn er weer. En we gaan weer door naar het parkje. We zijn even bij de ezeltjes terechtgekomen. Die vorige week Pip hebben aangevallen. Maar ze doen nu niks meer. En Pip komt niet meer in de wei bij hun. Ik hoop het niet. Nee, ze zijn wel heel lief hoor. Ja, zo eten ze in een blaadje. Ja. Zo, nou. En de schaapjes, Luxie. Zie je dat? De schaapjes zeggen Pip. Nou, we gaan even een zandkasteel bouwen. Goud zoeken. Pip heeft dus inderdaad wel wat overgehouden van het vorige aanvalbezoek van de ezels. Want ze trilt helemaal. Oh, super zielig. Maar goed, ja. Hè? Kun je niks aan doen? Ze blijft in ieder geval uit de buurt van de ezels. Dus ze heeft er wel wat van geleerd, hè Pippi? Woezel die wil heel graag met Pip spelen. Maar Pip is een beetje bang aan Lucilla. Dan gaat Woezel gaat Pip uitdagen. Dan gaat hij met hardlopen mee rennen. Kijk, dan gaat hij helemaal. Maar Pip speelt niet mee, hè, Woezel? Nee, jongen. Pip is een beetje bang geworden voor de ezels van de vorige keer. Ja. Ja, liefie. Ik heb goud gevonden. Jong, daar gaat Woezel weer. Pip, die blijft daar mooi zitten. Nou, Lucilla, heb je al wat goud gevonden? Ja, maar ik ga deze stenen daar erin. Oh, je gaat stenen begraven. Dat is een soort schat. Goudstenen. Goudstenen, wauw. Ja, jongen. Wat heb je gedaan? Ze trekt al mijn stok en toen viel ik ja. In de modder. Ezels plagen is vieze handen vragen, zeggen ze dan. Hè? Zeg maar dag speeltuintje. Tot de volgende keer. Doei. Nou, daar gaat ze weer hoor. Op de space scooter. Kom maar, Woezel Pip. Gaan we weer terug. Luxie in een little tight pietje. Wow, nou daar gaan ze hoor. Op naar huis. Luxie een rood neusje. Hé, hey, niet op je touwtje sabbelen. Niet op je touwtje sabbelen. Hé, Buffy? Wij zijn weer terug aan het wandelen. De jongens zijn al terug. En ik zie dat Luan met papa op de grote fiets van Bram met het oefenen is. Bram die heeft een wat grotere fiets al dan Luan. En volgens mij gaat het al best wel goed. Zo moet je erop. En door. En nou dat veldje en draai hem op. Goed zo, blijven trappen, blijven trappen. Goed zo, jongen. Je hebt lange benen, kerel. Inmiddels kan Lucilla het alweer steeds beter op de space scooter. Gaat goed hoor, schatje. Heel goed van jou. En Lucy lekker met papa in de schommel. Ja. Ja? En dan snel trappen. Oh ja.
obstakel op de weg. Dat waren de ganzen. Hé, hey, Luxie weer. Hey, Luxie lekker in de schommel, hè. Schatje. Zo, wij zijn weer binnen. De kids zijn even bovenop de camera aan het spelen. Vriendje wordt zo opgehaald. En dan gaan wij zo even door naar een verjaardagsfeestje van ons buurmeisje. Ik heb hier een leuke cadeautje voor haar gekocht. Dus die ga ik heel eventjes voor haar inpakken. En dan gaan we vanmiddag door naar opa en oma. En oma die is nu thuis. Die heeft een concert met haar vriendinnen. Dus we gaan even lekker met opa spelen. Maar goed, dat is straks aan het eind van de middag. Zo, eerst even naar een verjaardag. En even dit leuke cadeautje inpakken. Klaar. Wauw, die is mooi geworden. Luxie vindt dit magneetpuzzeltje van Lucilla heel erg leuk. Nee, was je niet goed? Nee? Doe maar een ander jurkje aan dan. En allemaal jurkjes zijn hier. En ballerina pakjes en outfitjes. Met bijpassende schoentjes en broekjes en dingetjes. Of vind je die mooi? Ja. Ja, dan plak die maar op dan. Plak die maar op. Ja, plak die maar op. Dus het kroontje, hè? Die moet hier bovenop. Oh, ga je iets anders uitzoeken? Wat ga je uitzoeken dan? Die? Oh, die is ook mooi. Ja. En die kan je dan zo opplakken. Kijk, dat is leuk. Oh nee, toch niet? Nee, ze vinden hem toch niet zo mooi staan. En Lucilla is aan het spelen met de Barbie popjes die ze van oma heeft gekregen. Liefie? Oh ja, die is ook mooi. Ga je die aan doen? Ja? Dus even kijken hoe die staat. Ja, dat is een mooi jurkje, hè? Met het kroontje erbij. Ja, schatje. Zo. Heel goed, Luxie. Ja. Mooi. Nou, jongen. Helemaal wild van spelen. Vond je het leuk met je vriendje? Ja. Was ja. Gezellig, hè? Ja. Nou, gaan we even lekker naar een verjaardag toe van buurmeisje. En dan zo gaan we op door naar opa. Luxie deed een heel leuk clubje in. Die wilde ze heel graag zelf in. Ja, mooi, liefje. Staat je goed? Past al net, hè? Dat past al net, ja. Gaat ze heel schattig kijken in de spiegel. Mooi, liefie. Heel mooi. We zijn net lekker op visite geweest bij de buurvrouw. En nu hebben we weer een mooi cadeautje voor opa van de kast gehaald. Ik nog in de wijnkelder liggen. Want opa is natuurlijk ook jarig geweest. Maar toen had Daniel buikgriep, dus toen konden we niet op zijn verjaardag komen. Dus we gaan nu alsnog even langs bij opa. Oma die is er niet, want die is met wat vriendinnen naar een concert toe. Dus we gaan even lekker bij opa spelen. Nou, de kinderen zitten al in de auto. Wie zit daar voorin? Wie zit er daar voorin? Is het onze Woezel en onze Pip? Oh, gaan jullie mee? Gaan jullie met Oscar spelen? Ja, kom Luxie. Ga in de auto. Op naar opa. Kijk, hier is de wijnboer. Opa. Nou, en Luxie zit alweer lekker te spelen. En we hebben een lekker flesje wijn. Luan, geef eens even de doosje aan opa. Ja, Luan. Zit daar vuurwerk in? Laten we even kijken. In de glorie.
in de gloria. Hiebe de piep. Hoera! Piep. Hoera! Opa bijna 70 jaar. 70 keer. Volgend jaar 70. Ziet lachen in mijn wijnkelder, al 10 jaar. Oh, kijk dan. Nou, opa. Die is van 1915. Ja, dat wil ik zeggen. Die is nog ouder dan opa. Ja, dat wil ik zeggen, opa. Wow, ik zie. Wow, yeah. Goed zo. We gaan weer lekker aan het tafel voetballen. Luxie wil ook meedoen naar Luxie. Ja. Ze kan alleen nog net dit balletje niet zien. Luxie. Wil je ook aan de knopjes draaien, Luxie? Edmond. Mag ik je even optillen? Ja! Zes. Zo. Nou, we hebben Luxie voor bezoek gezet. Ja. Ja, opa zet een kop, Sil. Nee hoor. Het is 2-1, maar opa die kan wel tegen jullie. Goed zo, Luxie. Ja, goed zo. Ja. Oh. Oh, ja. Ja, oh. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja, goed zo. Doe maar, Sil. Doe maar. Ja, 16 meter. Ja. Nou, vader. Ga je dan, hè, tegen die twee meisjes. Nou, kom op, meisjes. Tegen papa. Yeah. Goed zo, Zul. Goed gedaan. Hey. Schatje. Yay. Nou, Luan is er als versterking bijgekomen. Maar volgens mij zijn de meisjes te goed om dit te winnen. Ik zie hem wel leuk. Ja. Nou, nu al even open een lekker bordje te maken met kaas. Zo, en hij komt uit de keuken met opa. Kijk eens. Oeh, een lekker kaas. Wat een luxe. Van de tafelvoetbal, ik, oh ja, een lekker blokje kaas. Opa, weer getoverd hier. Sjoelen. Had je die nog, opa? Ja, dit is een sjoelbak. Was jij goed in sjoelen vroeger, zat? Ik was heel goed in sjoelen. Ja, opa was altijd een sjoelkampioen. Dus... Leuk hoor. Nou, het volgende spelletje. Ah, jammer. Wow, bingo. Oh, opa is heel fanatiek met het spelletje. Jammer. Hij heeft er ook wel in, hoor, nu. Jammer. Ja! Jammer. Ja, schatje. Leuk, hè? Ja! 1. Laatste. Oh! Mooi, maar zo uit. Aarder. Goed zo. Goed zo. Zo, Luxie, wat heb ik hier gevonden? Oh, wil je dat? Yes. Ik ben de boekjes met Luxie. Ja, maar niet, de baby niet. Ja, terwijl we de baby niet eens kijken. Nou, mannen. Kijk, ze heeft er al voor liggen. Gaat mama opa inhalen of niet? Zullen wij die mogen? Geef die nou in. Ik heb een belletje en we zien morgen weer een nieuwe vlog. Doei! Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.